Je wilt liever niet dat zo'n bedrijf in handen van één persoon komt. En mm. dat is eigenlijk meteen uh, het antwoord op. De, uh, of je hoopt dat, uh, dat, uh, dat, kan, dat uh, Musk uh, slaagt. Ik, ik hoop dus van niet. Jan-Kees, jouw mediamoment gaat over Twitter en Elon Musk. De Tesla-baas wil het uh, sociaal-media-platform kopen. voor ruim 40 miljard dollar, althans, dat zegt hij. Ja, is... uh, ja. Een, een belangrijk argument van Musk is dat Twitter... de vrijheid van meningsuiting te veel beperkt. Zo blokkeert het bijvoorbeeld de account van Donald Trump. Hè? Hij wil het anders gaan doen. Is Hij ook... wil het anders gaan doen, maar ik denk toch dat we moeten hopen... dat het hem niet gaat lukken. Want uh, Twitter is nu een beursgenoteerde bedrijf... Met een, uh, waardoor het uh, aandeelhouders heeft... en waardoor, wa aan wie het verantwoording moet afleggen. En ja. uh, komt het al in handen van één persoon... of dat nou Musk is of iemand anders... dan zul je zien dat je steeds veel minder makkelijk... Kunt zien wat er nou eigenlijk achter wat Twitter nu eigenlijk drijft, wat het bedrijf drijft. Met als gevolg dat je dat 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 de checks en balances, dus naar nou de controle mogelijkheden op bijvoorbeeld accounts die opruimend zijn, zoals dat ooit was van Donald Trump en ja. zoals er ook andere geblokkeerd zijn, ook in Nederland bijvoorbeeld van Thierry Baudet. Uh, dus uh, je je, je Wilt liever niet dat zo'n bedrijf in handen van één persoon komt, en mm. dat is eigenlijk meteen uh, het antwoord op de uh, of je hoopt dat uh, dat uh, dat kan dat uh, Musk uh, slaagt. Ik, ik hoop dus van niet. Nee, maar uh, bedoel, hoe transparant is het nu dan? Eigenlijk. Nou, veel transparanter. En het, toen nog steeds. zullen zeggen: niet transparant genoeg. En dat ben ja. ik ook bereid om te volgen. Maar het zal veel minder transparant worden als het van de beurs is. Omdat het dan ja. een, in ieder geval geen financiële verantwoording meer hoeft af te leggen. En geen ja-verslagen meer hoeft af te, uit te brengen. En ja. dat is echt wel een. Ja, dat is eigenlijk het enige controlemiddel wat wij op sociale media hebben. Dat, dat is een controlemiddel wat we op Google hebben, wat we op Apple hebben, wat we op Facebook hebben. En dan heb je een privaat bedrijf die kan doen wat hij wil. Uh, nou, Zeker met een wat, uh, nou in ieder geval, uh, enerzijds geniaal, anderzijds een wat labielig persoon als uh, Musk uh, dan aan het roer. Ja, weet je niet waar dat eindigt. Ja, dat maakt het wel heel erg kwetsbaar ook. Um, ook voor journalisten is Twitter een belangrijk platform geworden, natuurlijk. Hè? Niet alleen om verhalen en producties te delen en informatie te vergaren, maar ook om meningen te delen. Columnist uh, Aylan die zegt in NRC, jouw kant waffa, dat uh, journalisten juist wat minder vaak hun mening zouden moeten delen op Twitter. Ben je het daarmee eens? Uh, nou, ik, ik, uh, ik, ik zie haar punt uh, zeker uh, wel. Um, maar ik heb dan toch het uh, idee ook dat het een best wel een ouderwetse gedachte is mm. dat uh, journalisten neutraal, volledig neutrale en objectieve uh, entiteiten uh, zijn. Uh, journalisten zijn mensen, staan midden in de samenleving, het moet ook, anders kan je ook geen uh, verhalen maken. En uh, het idee dus dat je als journalist dus um, ja, als een soort van robot zou moeten fungeren in het uh, maatschappelijke debat, ja, daar sta ik dus niet achter. Maar ja. aan de andere kant zie je soms ook wel op sociale media dat uh, ja, journalisten soms een vrij uh, ongenuanceerde take uh, delen. Ja. En uh, ja, daar Mee onderschatten ze misschien ook wel de macht uh, die ze hebben, omdat ja, toch veel mensen waarde uh, hechten aan uh, wat een journalist zegt. Dus. Ik ben het niet volledig eens met de columnist. Maar um, ik vind wel dat hier een uh, gezonder uh, gesprek uh, over gevoerd nou, mag worden. Ja, je, dat is ook eigenlijk waar U, ze voor pleiten. Wees zorgvuldig op Twitter. Want als je, stel, je hebt net een enorm onderzoeksverhaal. Uh, nou, in bijvoorbeeld NRC gepubliceerd. En je gaat tegelijkertijd op Twitter allerlei dingen roepen. Ja, dan is dat niet handig voor je, voor je journalistieke. Voor de indruk die je maakt als objectieve en kritische journalist. Ja, absoluut. Gezegd. Maar dan zou ik als journalist zeggen. En dan vind ik het. Het allerbelangrijkste is dat je aan mijn stuk kan zien dat ik wel gewoon de gedegen journalistieke ja. stappen heb uh, ge gemaakt. En dat je, daar, dat je zeg maar, op basis van de inhoud van mijn stuk niks kan afdingen aan hoe ik het gedaan heb. En wat nee. ik dan in mijn privéleven of op sociale media ventileer, ja. dat is een tweede. Maar uiteindelijk wil je wel dat die twee dingen in balans zijn. Ja, ja is dat een tweede? Want mensen halen dat door elkaar, denk ik toch? Ja, mensen, ja, ik, ja ik, ik merk ook wel dat mensen dat door elkaar halen. Omdat ja. je dan op, uh, op Twitter, als je je mening geeft, al heel snel met uh, persoonlijke verwijten te maken kan krijgen. Maar ja, ik, ik, misschien ben ik ook wel van de nieuwe lichting. Ik vind dus wel dat je als journalist ook wel de vrijheid mag hebben ja. om je uit te spreken over ja. dingen. Jan Kees moet de journalist wat vaker hun mening voor zich houden? Nou, nee, ze moeten in ieder geval terughoudend zijn dat is ook wat de hoofdredactie van de New York Times aan zijn journalisten ja. vraagt. Maar ik ben Twitter het met wat, wat dat betreft ben ik het met de eens van uh, kijk uh, neutraliteit uh, puur, uh, mensen zijn per definitie niet neutraal en dan vind ik Twitter dus een heel nuttig medium omdat ik door die uh, opmerkingen van die journalisten die ik volg mm -hmm. kan zien uit welke wind de hoek uh, uh, uit welke hoek de wind uh, komt ja. en uh, dus dus terughoudendheid is geboden kijk, Kijk, ik zit zelf ook op Twitter en ik denk ook drie keer na voordat ik tweet. Want ja. Wat uh, is de laatste tweet waar je hard hebt over nagedacht? Dat je dacht, oei, moet ik dit wel doen? En toch maar wel gedaan? Ik heb gisteren een tweet niet gezonden, maar waar ging het ook alweer over? <laughs> Gelukkig ik weet ik het niet meer. Nee, je nee, kent oh, het echt zo, niet meer. Zo'n worsteling was het ook weer niet. Nee, ik, zat, ik, ik zat en toen dacht ik: nee, weet je, ik zend hem niet. En dat denk ik dat uh, elke journalist met een zekere verantwoordelijkheid. als ja. je voor een onafhankelijk, onafhankelijk medium. moet je wel terughoudend zijn. en, uh, en zeker uh, oppassen dat je niet te radicaal overkomt. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.